God. En voor ik Herman naar voren roep, ga ik nog heel even voor hem bidden. Vader in de hemel, dank u wel, heren, voor Herman, heren. Herman Spaargaar, Vader in de hemel, dank u wel dat hij in uw dienst staat, heren. Dat hij met u wandelt, heren. En ik wil voor hem bidden, heren. En ik wil hem aan je voeten, aan je troon brengen. En ik wil vragen, heren, of u zijn lippen wil zalven, heren. En dat hij, ja, woorden van u mag spreken, heren. Woorden van eeuwigheidswaarde, heren. Wilt u hem zegenen, heren, tijdens, ja, zijn woord dat hij gaat brengen. In uw heilige naam. Amen. Het woord is aan u, Herman. Goedemorgen, ik ben Herman, de nieuwe voorganger van Diepenbeek. En ik mag jullie vandaag ook toespreken, daar ben ik blij om. Er zijn al heel veel elementen in deze dienst naar voren gekomen die eigenlijk terugkomen in de preek. Onder andere dat avondmaal, die voeding die we nodig hebben. En ik wil jullie daarin meenemen. Ik wil jullie vandaag meenemen vanaf de vrucht van de geest naar de helden van David. En dat is een heel tochtje, dus ik hoop dat ik dat in een redelijke tijd met jullie kan bespreken. Vrucht van de geest was het eind van de preek van vorige week, van José. Ik hoop dat jullie dat nog herinneren. En ik wil een beetje een lijn pakken en daarmee doorgaan. De vrucht van de geest, Galaten 5, vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede. Ik doe het vanuit de nieuwe Bijbelvertaling, voor het geval je denkt van, oh, ik zie een verschilletje. De vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat is de vrucht van de geest. Het is één vrucht die uit al die padjes bestaat en het is iets wat God in ons laat groeien. En dus mijn vraag is nou, wat moeten wij doen om die vrucht te laten groeien? Wat moet je daarvoor doen? Niets, want een vrucht groeit vanzelf. Kan die vrucht er iets aan doen om te groeien? Die groeit vanzelf. Maar er is wel een voorwaarde. Die vrucht moet aan de boom of aan de tak of aan de stok zitten. Als die vrucht niet aan de tak of aan de stok of aan de boom zit, ja, dan groeit die niet meer. Dan gaat die dood. Dus de vrucht van de geest kan alleen in ons groeien als we verbonden zijn met de boom, met de tak, met de stok, met de wijnstok. En dan moet die vrucht ook de sappen die daaruit komen tot zich nemen. Anders kan die vrucht niet groeien. Dus een vrucht moet verbonden zijn met de boom en hij moet de sappen die door die boom stromen tot zich nemen, zodat hij kan groeien. Dus als je je afvraagt, hoe zit dat met die vrucht van de geest en hoe groeit die in mij? Ja, dan moet je dus zien waar je je voeding vandaan haalt. En dan kom ik eigenlijk terug op de preek van Nico, die zegt van, hoe zit het met onze stille tijd? Zo belangrijk om stille tijd te houden. Tijd met God, waar haal je je voeding vandaan op een dag? Kijk, je kunt het vergelijken met een baby. Een baby moet aan de borst gelegd worden. En die baby groeit vanzelf. Die baby kan zelf niks doen om te groeien. Maar die baby, die wordt een keer volwassen, wordt groter. En die gaat op een gegeven moment zelf zorgen dat hij eten krijgt. Zo is het met een christen ook. In het begin word je gevoed door anderen. En langzamerhand moet je volwassen geworden aan het vaste voedsel beginnen. En zelf de voeding tot je nemen. En ik denk dat dat belangrijk is, dat we dat leren. Als wij de vrucht van de geest in ons leven willen laten groeien, dan moeten we dat voedsel tot ons nemen. En het doet mij vaak zeer als mensen al jarenlang christen zijn en nog nooit Gods woord is helemaal uit hebben gelezen. Nog nooit. Wij zeggen dat dit Gods woord is. We zeggen dat dit belangrijk is.
maar we lezen het niet uit. Er zijn soms beginnende gelovigen die vol enthousiasme die hele Bijbel doorlezen. En er zijn christenen die al 20, 30 jaar christen zijn die nog nooit hun Bijbel helemaal door hebben gelezen. Neem je het dan serieus? Is dit Gods woord? Is dit belangrijk voor ons? Laat dit ons groeien. Stille tijd is belangrijk. Als je één hoofdstukje per dag zou lezen, ben je in 5 jaar door de Bijbel. Dus elke christen die 5 jaar christen is, zou toch de mogelijkheid gehad moeten hebben om de hele Bijbel door te lezen. En misschien is dat te veel. Oké, 10 jaar. In 10 jaar hoef je een half hoofdstukje per dag te lezen. En je hebt de hele Bijbel doorgelezen. En daarom wil ik jullie meenemen naar het worden van een held. Naar karaktervorming. Karaktervorming heeft niet zoveel te maken met je beginsituatie. Soms is je beginsituatie zelfs een voordeel voor karaktervorming. Ik neem jullie even mee naar 1 Samuel 22 vers 2. 1 Samuel 22 vers 2. Dat gaat over David, die moest vluchten voor Saul en die eigenlijk langzamerhand een eigen groep opbouwt, een eigen leger opbouwt, die dan ook koning van één deel van Israël gaat worden, Juda, maar nog niet van de rest van het land. En David die krijgt allemaal mensen naar zich toe. En wat voor soort mensen krijgt David naar zich toe om er een sterk leger van te maken? Moet je opletten. 1 Samuel 22 vers 2. Ook allerlei mensen die in moeilijkheden zaten, schulden hadden of verbitterd waren, sloten zich bij hem aan. En David werd hun aanvoerder en het was een groep van ongeveer 400 man. Nou, dat ziet er lekker uit, hè, om een leger mee te beginnen. Dat is echt een goed begin voor een gemeente. Allemaal mensen die in moeilijkheden zaten, schulden hadden of verbitterd waren, die sloten zich bij ons aan. En dat moet dan een leger worden. Hoe wordt dat een leger? We gaan eens kijken. David gaat namelijk aan de slag om deze mensen hun karakter te vormen. En David is eigenlijk, koning David, is een beeld van de zoon van David, die onze koning is, Jezus Christus. En David begint met hen karakter te leren, karakter te kweken. 1 Samuel 24 vers 2, dus even doorslaan. Onderweg kwam hij, dat is Saul, koning Saul die achter David aanzat om hem te doden eigenlijk. Hè. Onderweg kwam hij Saul langs een spelonk die door een muurtje was afgeschermd. Daar ging hij naar binnen en hurkte neer om zijn behoefte te doen. Hij ging naar het toilet. Dat is tenminste iets moois in de Bijbel. Daar gaat gewoon ook eens iemand naar het toilet. Wel eens over nagedacht? Hè? Gewoon een boek waar je ook af en toe eens je behoefte moet doen. En juist achter in de spelonk hadden David en zijn mannen zich verstopt. Davids mannen zeiden tegen hem: dit is je kans, dit is het moment waar de Heer op doelde toen hij zei: ik zal je vijand aan je uitleveren, je kunt met hem doen wat je goed doet. Nou, eigenlijk is dit ook een geweldig staaltje van wat er bij ons ook kan gebeuren. Mensen die je aanmoedigen om iets te doen waarvan je weet dat het niet goed is. En ze zeggen zelfs: ja, dit is het moment dat de Heer gegeven heeft. Nu moet je optreden, nu moet je het doen. Dit is het moment. Maar David luistert niet naar mensen, hij luistert naar God. Hij heeft karakter. David stond op en sneed stilletjes een reep van Sauls mantel af. Dus die gasten daarachterin zaten te kijken en nu steekt hij hem neer, nu steekt hij hem neer. Maar nee, ze zien hem alleen maar erachter staan en een beweging maken en hij komt weer terug. Wat doet hij nou? David zijn hart bonsde ervan en hij zei tegen zijn mannen: de Heer verhoede dat ik mijn koning, Gods gezalfde, iets zou aandoen en mijn hand tegen hem zou opheffen.
David beseft, ik kan een gezalfde van God niet van zijn plaats halen. Dat moet God zelf doen. Dat is ook ons probleem in deze wereld. Hoe makkelijk zou het zijn geweest als Assad opgeruimd zou worden? Dan zou er misschien geen oorlog meer zijn in Syrië. Hoe makkelijk zou het zijn als, nou ja, noem maar op, iedereen die lastig is, gewoon opgeruimd zou worden. Maar God heeft koningen op hun plaats gesteld. Ik weet niet of jullie er al eens over nagedacht hebben, maar de wereld is volgens mij zelden zo christelijk geweest als nu. Poetin is een orthodox christen, heel Rusland is orthodox christelijk. Trump is een evangelisch christen. Nou ja, maar goed, hè? Hij vecht voor de evangelische christen. Heel Amerika is evangelisch christelijk, zullen we maar zeggen. En toch. Maar het is God die mensen op hun plaats zet. En David zegt, ik kan iemand die door God is aangewezen, niet van zijn plaats halen. Dat moet God zelf doen. Hij is immers door de Heer zelf als koning aangewezen. En zo maande David zijn mannen tot kalmte en weerhield hij ervan om Saul te overvallen. Hij leerde zijn karakter. Wacht op God. Wacht op dat wat God ons wil vertellen. En doe niet je eigen plan. En bovendien, doordat David hen respect voor de gezalfde van de Heer aanleert, leert hij hen ook respect voor hemzelf af, want hij was ook een gezalfde van de Heer. Zo moeten wij leren om respect te hebben voor de Messias, de gezalfde van God, Jezus Christus. We gaan weer een stapje verder, 1 Samuel 25 vers 23, want daar zie je ook dat David karakter geleerd wordt. David leert karakter van een vrouw. Jullie weten misschien, hè, in de politiek is op een gegeven moment de roep gekomen, er moeten meer vrouwen in de politiek, want dan komt er meer, dan komt de zachte component in de politiek. Nou, wat je af moet vragen is, we hebben nu vrouwen in de politiek, maar is die zachte component ook in onze maatschappij gekomen, in de politiek? Heeft het geholpen? Abigail was wel een vrouw die zeer wijs was en die iets nieuws aan David leerde. David had met zijn legertje van 400 man in een bepaalde omgeving gebivakkeerd en ze zorgden ervoor dat de herders daar in die tijd op een goede manier beschermd werden. Want David was zelf een herder geweest en hij wist dus wat het was om herder te zijn en hij beschermde die jongens. Hij zorgde ervoor dat hun kuddes veilig waren en hij viel ze niet aan. Maar hij rekende er wel op dat na verloop van tijd de eigenaar van die herders en van die schapen, ja, daar toch eens een spontane beloning tegenover zou zetten. En in dit geval was dat Nabal. En nou, David vroeg eens aan Nabal ten tijde van de oogst, van mogen wij ook eens wat van jullie oogst hebben en meemaken? Mogen we wat feest meevieren? Want wij hebben jullie kuddes en jullie herders beschermd. En die Nabal die zegt, David, is dat niet een deserteur die weggelopen is bij Saul? Waarom zou ik die iets geven? Dat was ik niet van plan. En David die stapt met zijn mannen op en die gaat op weg om die Nabal eens even een lesje te leren. Hij gaat daar de boel eens kort en klein slaan, want hij is het spouwzat. Zo zijn best gedaan en wat krijgt hij? Stank voor dank. Maar de vrouw van Nabal, Abigail, die krijgt dat te horen en die schrikt zich rot. En die gaat op weg naar David met van allerlei geschenken en giften en wijn en koeken en lekkers. Want ze weet dit, als ik niet op tijd ben, dan loopt dit catastrofaal af. En moet je dan opletten wat die Abigail tegen David zegt. 1 Samuel 25 vanaf vers 23. Toen Abigail David zag, sprong zij haastig van de ezel af en wierp zich vlak voor David op haar aangezicht. Ze boog zich ter aarde, wierp zich voor zijn voeten neer en zeide, op mij, Heer, mijn schuld, op mij, Heer, mijn Heer, rust de schuld. Ze neemt de schuld van haar man op zich. Nou,
Dat is een goede christen. Hè? Ze neemt de schuld van die dwaze man van haar op zich. Op mij, Heer, rust de schuld. Laat uw dienstmaagd toch tot u mogen spreken en hoor de woorden van uw dienstmaagd aan. Mijn Heer, storen zich niet aan deze man van niets, aan Nabal. Nabal betekent namelijk dwaas. Hè? Dus, want zoals zijn naam is, Nabal heet hij en dwaas is hij. Maar ik, uw dienstmaagd, heb de mannen die mijn Heer gezonden heeft niet gezien. Nu dan, mijn Heer, zo waar de Heere leeft en zo waar gij zelf leeft, die de Heere ervoor bewaard heeft bloedschuld op u te laden en het recht in eigen hand te nemen. Abigaïl laat David zien, jij had geen recht om hier kwaad over te worden. Jij was niet in dienst genomen van Nabal om de kuddes te beschermen. Je had geen recht op een loon. Het zou uit genade zijn dat je iets krijgt. Maar je had er geen recht op. Je mocht dat niet zomaar opeisen. Als je daar doden voor had gemaakt, dan had je bloedschuld op je geladen. Die de Heer ervoor bewaart heeft bloedschuld op u te laden en het recht in eigen hand te nemen. Nu dan mogen het uw vijanden en hun die kwaad tegen mijn Heer beramen vergaan als Nabal. Dat was een profetische uitspraak. Want toen zij terugkwam bij Nabal en vertelde van, hé, ik heb ervoor gezorgd dat David gerust is gesteld en ik heb hem van alles gegeven, want anders dan zou hij ons gedood hebben. En Nabal, die wordt daar zo kwaad van en zo verontwaardigd dat zijn vrouw dat gedaan heeft, dat hij dood neervalt. En als David dat weer hoort, dan dacht hij, die Abigaïl, dat was een mooie vrouw. En dan stuurt hij een uitnodiging of zij met hem wil trouwen. 1 Samuel 25 vers 32, daar staat, en David antwoordt dan tot Abigaïl, ik dank de Heer, de God van Israël, dat hij u vandaag op mijn weg heeft gestuurd. En u dank ik voor uw verstandig optreden van zojuist, waarmee u hebt voorkomen dat ik het recht in eigen hand nam en me schuldig zou maken aan moord. Maar zowaar de Heere leeft, de God van Israël, die me ervan heeft weerhouden om u kwaad te doen, als u niet zo snel naar me toe was gekomen, was er van Nabals familie morgen vroeg niemand van het mannelijk geslacht meer in leven geweest. En hij aanvaarde haar geschenken met de woorden, ga gerust naar huis, ik heb uw woorden aangehoord en uw verontschuldiging aanvaard. Dit was een wijze vrouw die een gespannen situatie deescaleert, die de lont uit de bom haalt, zal ik maar zeggen, en het gebeurt allemaal niet. En zo'n prachtige vrouw. Volgens mij had David alleen met haar getrouwd moeten blijven, dan waren er een hoop problemen niet gebeurd. Maar zo is het niet gegaan. De geschiedenis gaat anders. En God gaat toch verder met David. 1 Samuel 26 vers 7 spaart David Sauls leven nog een keer. 1 Samuel 26 vers 7. Gedekt door de duisternis slopen David en Abizai tussen de soldaten door. Daar, omringd door Abner en de soldaten, lag Saul te slapen met zijn speer naast zijn hoofd in de grond gestoken. Hoe groot kan de verleiding zijn? De speer naast zijn hoofd in de grond gestoken. Het is maar zo'n stukje wat je even zo moet doen. Vandaag heeft God je vijand aan je uitgeleverd, zei Abizai tegen David. Laat mij hem met zijn eigen speer aan de grond nagelen. Abizai die dacht natuurlijk al, vorige keer David, had je werk niet goed gedaan. Laat mij het nou maar even doen, want ik zal echt niet missen. Laat mij hem met zijn eigen speer aan de grond nagelen. 1 gerichte stoot en het is met hem gedaan. Het had zo makkelijk voor elkaar kunnen zijn. En dan zegt David, nee, dood hem niet, antwoordde David. Niemand heeft ongestraft zijn handen op tegen de gezalfde van de Heer. David vindt het geestelijke belang groter dan het belang voor hem op dat moment om van een lastpost af te zijn.
Als God iemand op zijn plek heeft gezet, moet God er ook voor zorgen dat hij weg is. Dat ga ik niet doen. God moet maar zeggen wanneer het de tijd is dat ik koning kan worden. God moet maar zeggen wanneer het de tijd is dat ik met mijn bediening begin. God moet het duidelijk maken. Niet ik. En ook zelfs vrome mensen kunnen je soms op een verkeersspoor zetten. Want Abizai zegt dat het in de naam van de Heer is dat God zijn vijand aan hem heeft overgegeven. Maar David denkt aan, nee, hij is de gezalfde van de Heer. Dit mag ik niet doen. Dit is niet mijn bevoegdheid. Zo waar de Heer leeft, hij zelf zal Saul treffen. Het zij doordat hij een natuurlijke dood sterft wanneer zijn tijd gekomen is. Het zij doordat hij ten oorlog trekt en sneuvelt. De Heer verhoede dat ik mijn hand ophef tegen zijn gezalfde. Kom, pak de speer daar bij zijn hoofdeinde en de waterkruik en dan gaan we. Al die spanning, al dat gevaar voor niets. Een speer en een waterkruik meenemen. Maar David wilde alleen maar steeds aan Saul laten zien. Saul, ik kan jou doden, maar ik doe het niet. Ik ben geen vijand van jou. Jij bent een vijand van mij. Waarom? Ik heb je toch niks gedaan? Dat is opvallend, moet je maar opletten. Mensen die goed doen in de wereld, die worden vaak verdacht gemaakt. Worden vaak vervolgd. Christenen die goed leven in landen waar vervolging is, ja, waarom worden ze vervolgd? Ze doen niks verkeerd, ze doen niks ergs. Maar nee, het mag niet. Mensen die goed doen, worden vervolgd. Er is weer een moeilijke situatie waar David zijn mannen iets moet leren. 1 Samuel 30 vers 5. We hadden net een situatie gehad, eigenlijk moet je de hele Bijbel doorlezen, maar we hebben net een situatie gehad dat David met de Filistijnen mee moest om Israël aan te vallen. En David, ja, die woonde bij de Filistijnen, dus hij kon moeilijk onbeleefd zijn en niet meegaan. Maar gelukkig zorgt God ervoor dat de Filistijnen zelf zeggen, ja hallo, we gaan die David niet meenemen. Stel dat hij halverwege de strijd zijn kar keert, dan staat hij ineens tegenover ons. Dat willen we niet. Laat die David weggaan. Huppakee, weg. En zo beschermt God David om niet tegen zijn eigen volk te moeten vechten. Maar als David dan terugkomt bij de plaats waar hij woonde, Siklag, dan ziet hij dat die stad overvallen is. Alles is meegenomen, ook de vrouwen, de kinderen. En de stad is in brand gestoken. Nou, je kunt je voorstellen dat die 400 man, die nou ja, nogal kort aangebonden konden zijn, dat die kwaad worden op David. Van, wat hebben we nou gedaan? We zijn met die Filistijnen meegegaan. En mogen dan nog niet eens voor ze vechten. En dan komen we terug en dan vinden we dit. 1 Samuel 30 vers 5. Ook de beide vrouwen van David waren verdwenen. Achinoam uit Jezreel en Abigail. Je ziet dat in die tijd het blijkbaar ook voor God nog niet zo'n probleem was als mannen meerdere vrouwen hadden. De vroegere vrouw van Nabal uit Karmel. Dus inmiddels was David met Abigail getrouwd. David kreeg het zwaar te verduren, want zijn mannen waren zo verbitterd over het verlies van hun kinderen dat ze hem dreigden te stenigen. Ja, je zou voor minder. Hè? Je zou voor minder. Als je denkt, ja, door jou zijn we in deze situatie gekomen, we zullen hem stenigen, we zullen hem pakken. Daarom zocht hij steun bij de Heer zijn God. David zoekt steun bij de Heere God. We maken een sprongetje, want David gaat uiteindelijk achter dat leger aan. Hij wint het van dat leger, hij kan alle vrouwen en kinderen meenemen terug naar huis en zelfs de hele buit. Dus in feite worden ze nog rijker dan dat ze voor die tijd waren. Maar er was een deel van Davids leger dat moe was, vermoeid, en dat was achtergebleven in Siklag. En de anderen waren met David meegegaan om te vechten. En in 1 Samuel 30 vers 22 zie je dan, onder de mannen die met David waren meegegaan, was echter een aantal kwaadwillige lieden die zeiden, omdat zij niet met ons zijn meegegaan, krijgen ze niets van de buit die wij heroverd hebben. Nou, dat lijkt me heel redelijk. Als je niet mee hebt gevochten, als je niet mee hebt gedaan, dan krijg je ook niks. Ik vind dat heel redelijk.
Ze kunnen hun eigen vrouwen en kinderen krijgen. Nou, dat is al netjes, hè? En dan moeten ze maar gaan. Ik denk dat ze hier zelfs bedoelen, laat ze maar vertrekken. Ze horen niet meer bij ons. Want ze hebben niet echt meegevochten. Maar David zei, nee mannen, geen sprake van. Het gaat hier om een geschenk van de Heer. Hij heeft ons gespaard en de bende die ons had overvallen aan ons uitgeleverd. David ziet de geestelijke strijd. En David ziet dat het God is die deze situatie gebruikt om hen iets te leren. Ze dachten alles verloren te hebben, maar ze kregen nog meer terug. Eigenlijk hè, is dat ook zo met jou. Als je je leven overgeeft aan Jezus Christus, dan verlies je alles. Je verliest je hele leven. Maar God geeft je er veel meer voor terug. Dat is eigenlijk de geestelijke lijn die op de achtergrond van die oud-testamentische verhalen zit. Vers 24, denken jullie dat iemand het met jullie eens is? Oh, ik denk dat ik het hier nog niet helemaal klaar was. Hè? Ze kunnen, ja. Maar David zei daar geen sprake van, dat had ik al verteld. 24, denken jullie dat iemand het met jullie eens is? Nee, degenen die hebben deelgenomen aan de strijd krijgen evenveel als degenen die zijn achtergebleven om de spullen te bewaken. Ze moeten de buit samen delen. Bij evangelisatieacties is het nu ook vaak zo dat er een deel achterblijft om te bidden voor de mensen die uitgaan om te evangeliseren. En degenen die achterblijven om te bidden, delen in de buit van degenen die uitgaan om mensen het evangelie te brengen. En zo gebeurde het voortaan. Deze regel die door David is ingesteld, geldt in Israël tot op de dag van vandaag. David leerde zijn mensen karakter. David leerde hen zien op de geestelijke betekenis van het leven. En niet alleen maar op wat er op dat moment gebeurde. Jullie weten nog dat het verhaal begon met ook allerlei mensen die in moeilijkheden zaten, schulden hadden of verbitterd waren, sloten zich bij hem aan. Een stelletje mensen die een beetje zielig waren. Mensen die het verbruikt hadden in het leven. Mensen die het allemaal niet zo goed gedaan hadden. Dat werd Davids leger. En dan zie je in 2 Samuel 23 vers 8. Dit zijn Davids helden. En ik ga niet alles lezen. Ik ga jullie een paar dingetjes steeds laten zien. Dit zijn Davids helden. Isboset uit Gachmon was de belangrijkste van het beroemde drietal. En in 1 Kronieken, als je een sprong maakt, 1 Kronieken 11 vers 10, dan zie je staan 1 Kronieken 11 vers 10. Hieronder volgen de belangrijkste helden van David. Zij, en trouwens heel Israël, maakten zich sterk voor zijn aanspraken op de troon en riepen hem tot koning uit, zoals de Heer met betrekking tot Israël had gezegd. En ze bleven hem ook daarna steunen. Dit is de lijst van Davids helden. En let dan op, daar staat er ineens, Jasobam uit Gachmon was de belangrijkste. Jasobam uit Gachmon, en in vers 8 van Samuel, van 2 Samuel hadden gelezen, van 2 Samuel 23, Isboset. De naam van Isboset was veranderd in Jasobam. En dat is niet voor niks. Isboset betekent man van schande. Toen Davids leger begon, waren het mensen van schande. Er was weinig eer met hen te behalen. Maar als hij een held is geworden in het leger van David, dan heet hij Jasobam. En dat betekent, het volk zal terugkeren. Dat wil zeggen, God zal weer een eenheid van ons maken. God zal ons terugbrengen bij hem. Het volk zal terugkeren. Hij was de belangrijkste van het beroemde drietal. Ik lees even een klein stukje uit 1 Kronieken 11. Hieronder volgen de belangrijkste helden van David, vanaf vers 10, 1 Kronieken 11. Zij, en trouwens heel Israël, maakten zich sterk voor zijn aanspraak op de troon en riepen hem tot koning uit, zoals de Heer met betrekking tot Israël had gezegd. En ze bleven hem ook daarna steunen. Dit is de lijst van Davids helden.
Josabam uit Gachmon was de belangrijkste van het beroemde drietal. Hij doorboorde met zijn speer 300 mannen in één gevecht. De tweede van de drie helden was Eleazar, een zoon van Dodo uit Achoach. Hij was met David in Pasdammin toen de Filistijnen hun troepen daarvoor de strijd hadden samengetrokken bij een akker met gerst. Het leger van Israël was op de vlucht geslagen, maar zij stelden zich op de akker en wisten die te behouden. Ze versloegen de Filistijnen en de Heer schonk Israël een grote overwinning. 3 van de 30 hoofdmannen kwamen eens bij David enzovoorts. Dan gaat het verder en het gaat door 3 helden, 30 helden, 300 helden. En zo gaat het door. En veel christenen of mensen die niet christelijk zijn zeggen vaak, ja, het Oude Testament is zo gewelddadig. Daarom lees ik het niet graag. Het is zo gewelddadig. Ja, onze tijd is niet gewelddadig. In onze tijd gaat alles beter. Toen vochten ze elk voorjaar als legers van verschillende landen met elkaar. Wat bij ons de voetbalcompetitie is, dat was daar gewoon een gevecht met legers onder elkaar. En het leger dat won, had het te vertellen over die andere landen en de belasting moest naar dat land gestuurd worden. En zij bepaalden ook welke beroepen er wel of niet in een bepaald land mochten worden uitgeoefend. Zo ging het in die tijd. Nu doen we voetbalwedstrijden. Dus wij denken dat is veel beter. In onze tijd doen wij het veel beter. Maar weet je, in onze tijd is dat beter. In onze tijd wordt er een strijd gevoerd tegen kinderen die zich niet kunnen verdedigen, ongeboren kinderen. En in onze tijd, hè, onze moderne, gesofisticeerde tijd, gaan er duizenden, tienduizenden kinderen dood nog voordat ze geboren worden. Daar vechten wij tegen. Is dat beter? Is dat minder gewelddadig als het Oude Testament? Daar gingen er misschien 300 dood. En bij een heel groot gevecht misschien een keer 40.000. Alleen in Nederland en België gaan er al jaarlijks meer dan 40.000 kinderen dood voordat ze geboren kunnen worden. Onze tijd, oh ja, is veel beter. Wij doen alles veel beter. Wij vechten niet om gelijk te krijgen. Bij ons, wij stemmen. En als we gestemd hebben, dan komt daar een winnaar uit. En die winnaar heeft vervolgens weinig te vertellen. Er moet nog uitgezocht worden hoe dat tot een regering moet komen en dat kan soms lang duren. Dat is veel beter allemaal, hè? Bij ons, vind je toch? Ja, het gaat veel gesofisticeerder. En ik zei net, het feit dat vrouwen in de regering kwamen, dat moest ervoor zorgen dat de standpunten zouden verzachten. Want mannen waren zo hard, maar vrouwen zouden een verzachtend standpunt brengen. Ah ja, en hoe is dat met de abortusdiscussie? Heeft het geholpen dat er vrouwen in onze regering zijn om het standpunt te verzachten? Ik denk niet dat onze tijd beter is. Dat is de tijd van David. Ik denk dat het belangrijk is dat we beseffen voor wie we strijden. Wij strijden voor onze Messias, Jezus Christus, de Zoon van David. Hij wil van ons, zielige, mislukte mensen, helden maken. Maar dan moeten we ons karakter laten vormen. Dan moeten we de vrucht van de geest laten groeien. Het voedsel van God tot ons nemen. En alleen als we dat doen, dan zullen we helden worden in het leger van Jezus Christus. Amen.